Wij moeten ervoor zorgen dat wij de partij zijn die weer enthousiasme weet te creëren voor Europa. Dat was niet altijd eenvoudig en dat is nog steeds niet eenvoudig. Maar ik ga niet voor het makkelijkste verhaal in deze verkiezingscampagne. Ik ga voor het verhaal dat Nederland echt nodig heeft en wat Europa echt nodig heeft. En dat betekent dat we met z'n allen daarvoor moeten gaan staan. Niet zoals Rutte een afspraak maken in Europa en dan terugrennen naar Nederland en zeggen, nou, die afspraak telt eigenlijk niet, want slecht voor de eigen VVD-electorale situatie. Nee, ervoor staan als een leider en zeggen, nee, op het moment dat het moeilijk is, staan we er ook met z'n allen voor. Wetend dat het ons meer geld kost dan we eigenlijk leuk vinden. Wetend dat we daarvoor misschien meer bevoegdheden met elkaar moeten delen dan we in eerste instantie comfortabel achten. Maar weten dat we daarmee een sterkere en socialere toekomst creëren. Dat kan niet alleen in Nederland, dat moet met een Europa. En dat gaan wij met z'n allen samen voor elkaar krijgen. Na 12 september, als we die verkiezingen een prachtige uitslag maken. Dankjewel. APPLAUS.